De colleges van het Conservatorium Suriname die op een laag pitje draaiden, worden vanaf maandag weer opgepakt. Dit zegt een verheugde conservatoriumdirecteur Marcel Balsemhoff. De HBO-opleiding moest per 1 juni uit het gebouw van het bisdom vanwege achterstallige huur. Balsemhoff geeft aan dat hij prachtig nieuws heeft voor een ieder die dit instituut een warm hart toedraagt. We hebben gisteren een schrijver gehad van het ministerie van Onderwijs, waarin ons wordt meegedeeld dat per 1 oktober van dit jaar wij een vleugel op het terrein van het ACI ter beschikking krijgen voor het voorzetten van onze colleges. Dus qua huisvesting is ons probleem nu, zeg van 99% opgelost. Dat is echt wel goed nieuws. Maar... We danken ook gelijk het ministerie van Onderwijs en iedereen die daar heeft meegewerkt, dat dit feit tot stand gekomen is. Ik heb voor de komende week al afspraken lopen met de directeur van het ACI om na te gaan binnen hoeveel tijd wij al handelingen kunnen plegen ter voorbereiding op het nieuwe collegejaar. Dus dat zit goed. We gaan niet wachten tot oktober. We beginnen zo gauw als mogelijk na te gaan. Wat is nodig dat we alle achterstanden zo snel mogelijk kunnen wegwerken en verder kunnen gaan met de groei van dit instituut. Maar terwijl u dat zegt, dan horen wij in de media dat er toch nog negatief wordt gesproken over het instituut. Als zouden zaken niet goed afgehandeld zijn tot nu toe. Dat doet ons pijn als instituut. Het doet ons verschrikkelijk pijn omdat een van de geestesvaders van het instituut bewust bezig is om kwaad bloed te zetten in de gemeenschap naar ons instituut toe. We vinden het jammer, het is niet netjes. We zullen voor hem bidden, maar voor ons is belangrijk dat de gemeenschap moet weten, ons instituut is niet kapot. We gaan door, we groeien door. En ter info naar iedereen in dit land en ook daarbuiten, er zijn nooit instructies achtergelaten voor de huidige directeur of voor het bestuur door de voormalige directeur. Er is daar geen sprake van. Indien er wel instructies zijn, wordt betrokkenen verzocht om die te leveren en te presenteren aan de gemeenschap. Volgens de conservatoriumdirecteur is de erfenis van de achterstallige huur ook afkomstig uit de periode van de vorige directeur. Balsemhoff zegt verder dat de directie van de Nationale Volksmuziekschool het conservatorium de ruimte heeft geboden om vanaf maandag gebruik te maken van haar faciliteiten aan de Henk Aronstraat. Daarmee de studenten, docenten, maandag gaan we er weer vol tegenaan. Studenten, check uw mail, er is naar u gemaild, er is ook berichtgeving via WhatsApp. U kunt dus maandag niet zeggen van, oh jee, ik wist het niet, u weet het nu wel, want ATV komt in elke huiskamer. Niet alleen de directeur Balsemhoff gaat dat doen, maar het is een taak van allen die betrokken zijn bij dit instituut. Dus bestuur, en we hebben een heel sterk bestuur, alle docenten, zowel in Suriname als daarbuiten, de studenten en ook iedereen in deze gemeenschap die ons instituut een warm hart toedraagt. Iedereen die ons in de afgelopen dagen en weken ook heeft ondersteund middels mail of middels berichten of middels persoonlijke gesprekken. Grand Tangi, daardoor hebben we geweten dat we niet alleen staan. We gaan door en het is prettig om te weten dat je vrienden hebt die je ook bijstaan in moeilijke tijden. En ik ben enthousiast, u merkt het. Dus ik wil eindigen met een, het is pas maar spassie geweest. En ik maak ook af en toe odo. Odo, geen odo's, odo. Mijn odo luidt als volgt. Wie met vuil gooit, moet letten op de windrichting. Want anders krijg je de troep in je eigen gezicht. Tot zover Marcel Balsemhoff, directeur van het Conservatorium Suriname. Hij sprak over de colleges die maandag weer zullen starten in het gebouw van de Volksmuziekschool en de toekenning van een vleugel van het ACI. Hij benadrukt dat het conservatorium haar financiële verplichting naar het bisdom wel zal nakomen. De opleiding heeft een voorbeeldfunctie en daarom kunnen zaken niet zo gelaten worden, aldus Balsemhoff.